bewaker van de buurt. Loopt door de straat in de zon, door wind, door regen. Dan wel nieuwe post, maar dezelfde route. Staat elke dag even stil bij de tuin van u. Belastingdienst onder de deur. Fout dan iets in een weekblad, zou hij dat overal doen. Shock traag door de straat, kent zijn loon en gematigd humeur. Want de postbode, postbode, wat is zijn eigen postcode? Een rijtjeshuis, misschien een flat, heeft hij een tuin of misschien net? Woont daar een vrouw of ligt hij s'avonds laat alleen op de bank weg te dommelen? Postbode, wat is dan zijn eigen postcode? Het is na 7 uur, vandaag lijkt hij laat. Het zal vast niet lang meer duren. Totdat hij om de hoek verschijnt, de allereerst ontwaakte. Het wordt tijd dat hij naar huis fietst met tegenwind. Hij komt te laat. Maar wacht toch geen kind. Hij maakt nog vaart, maar het heeft geen zin. Niemand weet waar hij zich nu bevindt. Want de postbode, postbode, wat is zijn eigen postcode? Een rijtjeshuis, misschien een flat, een leeg fornuis, een enkel bed. Op het aanrecht ligt een restje eten van de avond van tevoren. Postcode, postcode. Nou, en toen gebeurde er wat geks. Want bij dat huis stond een fietstas met een groene jas. Een kind rinkelt de bel. Dacht eerst dat het iemand anders was die daar naast die jonge vrouw zijn schijnbare zoon omhelst. Maar ik zag het pas van achter het glas toen hij al binnen was. Het was de postbode, postbode.